Voorzitter, is het waar of niet dat er 1,4 miljard geschrapt wordt aan dividendbelasting? Ik geloof dat dat een feit is. Als je nou zegt, al die mensen, die krijgen allemaal 5 miljard lastenverlichting. Deze 1,4 miljard, hij stond in geen één verkiezingsprogramma. Het gaat naar investeerders, hedge funds, aandeelhouders die niet zielig zijn. Daarmee had je fantastische dingen kunnen doen. En sterker nog, moeten doen. Na al die jaren van krimp, van crisis, van bezuinigen, van pijnlijke maatregelen, is het tijd om te investeren in de samenleving, in de publieke zaak. En dat blijft hier uit. Ja, er zitten goede plannen bij, er zitten goede investeringen bij. Nogmaals, die wil ik steunen. Maar deze keuze, een bezuiniging op arbeidsgehandicapten, een bezuiniging op langdurig zieken, een bezuiniging op de wijkverpleging, compleet onnodig en een cadeau voor de grote bedrijven. Dat is multinationals boven mensen en dat zijn de feiten.